Op Koningsdag 27 april werd de Koningstaptoe georganiseerd door het Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert. De weergoden waren niet in opperbeste stemming. Volgens mij hadden ze die dag erg slecht gegeten, maar ja, de show moest komen. Hans van den Bos had voor deze avond de regie strak in handen. Het voorprogramma werd verzorgd door streetband The Wine Children. Intussen vond er ook een streetparade plaats waarbij alle korpsen door Gemert trokken. Na de wijnschilderen brachten de Gemertse gilde een vendelgroet. De Ridder Tattoo Gamer 2016 wordt officieel geopend door het Jachthoorn en Trompetterkorps met het stuk Proloken. Het Jachthoorn en Trompetterkorps Gamert mocht de Tattoo openen. Drumvervaren Amantius uit Den Bosch liet een fraai stuk werk zien. Vervolgens waren de Mast Pipes & Drums samengesteld uit de Gemertse Fire Brigade Pipes & Drums en de McLaren Pipes & Drums uit Venlo. Na de doedelzakklanken was het de beurt aan drumvervaren Amigo uit Leiden. Drumvervaren Exempel uit Empel was de laatste band. Tot slot een massaal optreden met Femke de Groot die Path to Peace zong en de Brabantse troubadour Tony Wijnands samen met de Gildes sloot hij af met Brabant van Guus Meeuwis. So let it be, for we have chosen the path to peace. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen gaan slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Binnenkort hebben we voor u een langere uitzending met de hele Taptoe.